Hey, vandaag heb ik een salontour voor jullie. Als je mijn blog volgt of als je mijn vorige video hebt gezien, dan weet je al dat ik ga verhuizen. We hebben namelijk aan ons huis een hele nieuwe salon gemaakt en daar ga ik voortaan dus werken. Het is nu de week voor kerst, dus het is een mega drukke week. Ik heb nu tussendoor heel even een gaatje om wat te filmen, dus ik dacht ik ga nog snel een salontour opnemen. Ik weet dat jullie het altijd heel erg leuk vinden om dit soort video's te zien. En ik vind het zelf ook wel ontzettend leuk, zodat ik dan nog een soort van aandenken heb. Ik heb al wel vaker salontours gedaan, maar ik dacht nou vooruit, nog een laatste keer met het kerstboompje daar. Dus ik ga nog even snel een beetje laten zien wat er allemaal in deze salon staat. Aan deze kant heb je dus mijn werkplek. En aan die kant heb je de balie. Er staan nu een aantal kerstpresentjes die ik aan de klanten meegeef. En daar staat mijn kassa. Mijn agenda ligt daar. Dus zo is het nu ingedeeld. Dus mijn werkplek met mijn nagellakrekken. Op die nagellakrekken staat gewone nagellak. Die gebruik ik niet zo heel erg veel, want ik maak natuurlijk vooral kunstnagels. Daarachter zie je de gelekrekken staan. En die gebruik ik eigenlijk het meest. Dus dit is gewoon mijn werkplek. Deze tafel gaat gewoon mee. Ik denk wel dat ik hier een nieuw blad voor ga halen, want hij is toch al een klein beetje beschadigd door alle jaren heen. Maar dit is gewoon ideaal. Dit is een tafel van Ikea, dus gewoon de grootste plank die er is. Aan deze kant staat een kastje met een deurtje aan de andere kant. En aan die kant staat een kastje met allemaal lades. En dat werkt gewoon perfect. Daarachter heb je de Alex-kast met 9 lades. Ook die gaat natuurlijk mee. Ja, eigenlijk alles wat hierin staat gaat mee. Hier heb ik ook allemaal mooie glitter staan en ook de leuke kerstvoorbeeldjes. Ik heb natuurlijk super veel kerstnagels gemaakt de afgelopen week. Dus die heb je allemaal al voorbij zien komen via Instagram en Facebook. Dus dat zijn een aantal leuke voorbeeldjes. Maar dit is dus mijn werkplek. Die blijft in mijn nieuwe salon ook zo. Alleen dan ga ik er een hoek van maken. Dus dan komt er nog een plank zo. Van ja, zo'n bureaublad zeg maar. Daaronder komt ook weer een kastje. En die kast, die draai ik een kwartslag. Dus dan komt de nieuwe bureau daar tegenaan. En daaronder komt dan ook weer een kastje. Maar goed, dat zul je allemaal wel in de toekomst zien. Want natuurlijk ga ik daar ook allemaal video's van maken. Maar qua werkplek en qua opstelling is dit voor mij ideaal. De lampen staan eronder. Ook dat vind ik echt super fijn. En dat blijft ook zo. Ik weet nog niet of ik dat witte tafeltje meeneem op zich. Het staat, ik neem het wel mee, maar ik weet nog niet of ik het weg ga zetten. Het staat er meer voor de sier en ik zet er altijd dingetjes op. Mijn telefoon ligt er meestal. Maar voor de rest is het niet echt functioneel. Maar goed, ik ga gewoon kijken hoeveel ruimte ik heb. Mijn nieuwe salon wordt ongeveer even groot. Alleen net, hij is eigenlijk ook wel vierkant. Maar ik heb bijvoorbeeld niet zo'n heel groot raam. Dus dan heb ik eigenlijk meer een muur daar. Dus dan heb ik meer ruimte om iets tegenaan te zetten. Kijk, en nu heb ik daar zo'n vensterbank waar ik dus spulletjes op zet. En straks is dat dus gewoon een muur. Dus daarom vind ik het wel fijn om een hoekbureau te hebben. Zodat ik dan toch aan de zijkant wat meer spulletjes ook weg kan zetten. En dan draaien we door naar deze kant. Hier staat nog een wit kastje. Hier zitten allemaal nagellakken in. Op zich vind ik het wel een heel leuk kastje. Het is ook wel handig met al die nagellakken. Maar ik weet nog niet precies of ik deze ook weg ga zetten. Ik wil sowieso al die nagellakken even gaan uitzoeken. Even kijken wat ik allemaal wil bewaren. En ja, even kijken of ik dus nog plek heb voor dit kastje. Maar op zich is het gewoon een heel leuk kastje. Maar ja, ik weet nog niet precies wat ik ermee ga doen. Nou, dan heb ik hier gewoon die grote tafel waar ik dus ook altijd de kinderfeestjes en de workshops hou. Deze gaat natuurlijk ook gewoon mee. Dus daar heb ik ook gewoon een mooie ruimte voor straks. Dus daar ga ik ook weer lekker kinderfeestjes houden. En daarachter staat een karretje met allemaal spulletjes wat ik ook gebruik voor de kinderfeestjes. En een mandje met allemaal voorbeelden. Dan heb ik hier nog een grote kast. Deze gaat ook mee. Ik weet nog niet zeker of ik hem weg ga zetten. Ik vind het wel een hele mooie kast. Ik weet nog niet precies waar ik hem wil hebben. Maar we willen ook waarschijnlijk een soort inbouwkast maken. Waar ik ook allemaal spullen en voorraad kan zetten. De spullen voor de kinderfeestjes, maar ook mijn grote lampen die ik gebruik om te filmen. Zodat ik heel makkelijk alles erbij kan pakken, zodat ik gewoon een mooie plek heb om te filmen. En dat is dus ook de bedoeling dat ik nog meer nail art filmpjes ga maken. En ik wil ook andere leuke filmpjes maken met misschien wat meer favoriete producten in de salon en dingen die ik heb gebruikt. Dus er komen echt meer filmpjes aan. Ik heb al een hele lijst van dingen die ik wil gaan doen. Dus in het nieuwe jaar zul je er zeker meer over horen. Nou, en dit is de stoel waar ik altijd de tenen lak. Dus er zit de klant in de stoel en die zet dan de voet op dat grijze vlak, zeg maar. En ik kan er dan precies voor zitten met mijn stoeltje. Die kan ik extra laag zetten. Op zich werkt dit perfect, maar ook hier weet ik nog niet van of ik het mee ga nemen. Als ik het meeneem ga ik het sowieso verven. Want in mijn nieuwe salon zal niet meer die knalroze kleur komen. Ik wil sowieso gewoon veel wit en veel grijs, wat hier ook is. En misschien wat lichtroze, maar niet meer dat hele felle roze. Ik vind het wel heel erg leuk en ik vond het hier super. Ik heb er ook nooit geen spijt van gehad. Maar ja, ik ben het nu een beetje beu. En ik wil dat gewoon allemaal iets neutraler. Maar goed, dat zul je allemaal zien in de volgende video's. Want ja, ik laat natuurlijk wel zien hoe mijn salon eruit komt te zien. En als je me volgt via social media, dan krijg je daar vast nog wel snel foto's van te zien. Ik hoop dat je het dus leuk vond om eventjes snel een kijkje te krijgen in mijn salon. Ja, mijn nieuwe salon is als het goed is binnenkort klaar. We zijn er nu nog volop in bezig. Het is nu dus de week voor kerst. Een hele drukke week. En ja, de eerste week van januari staan er alweer nieuwe klanten op de planning. Dus die komen dan in mijn nieuwe salon. Dus ja, dan moet het eigenlijk af zijn. Het is wel dan voor een groot gedeelte af, maar er moeten nog wel wat dingetjes afgewerkt worden. En ik wil nog wat dingen ophangen. Dus, en ik moet nog wat nieuwe displays en nagellakrekken hebben. Dus dat ga ik allemaal op mijn gemak bekijken. En zodra het dan allemaal af is, dan zal er zeker wel een uitgebreide salontour komen. Ik hoop dus dat je het leuk vond om deze video te zien. Als je het leuk vond, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Of als je nieuwsgierig bent naar de volgende video's, vergeet je daarom ook niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan zie je altijd gelijk wanneer er een nieuwe video online is. Dan wens ik jullie natuurlijk hele fijne feestdagen. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie in het nieuwe jaar weer.